Wordt deze jonge dame het? Misschien deze jongen? Of misschien deze mevrouw? Of iemand uit deze schoolklas? Nee, Monique Dijkstra is de 3 miljoenste bezoeker van Zwembad De Wijzend. Dank u wel. Dus wij gaan u vandaag even iets. Wat een eer. Dank u wel. En dat is best een verrassing. Ja, absoluut. Het is heel, dat had ik echt niet verwacht. Ik stond nog te twijfelen. Oh, wat een drukte met alle schoolkinderen. Ik krijg een jaarabonnement, een bos bloemen, een mooie handdoek. Niet verkeerd. Nou, zeker niet. En de 3 miljoenste bezoeker zijn, hè? Dat is wel heel bijzonder om dat mee te mogen maken. 3 miljoen bezoekers is een grote mijlpaal. Ja, dat is inderdaad. En dat zeker voor een buitenbad. Zijn er niet altijd zoveel baden die dat feestje kunnen vieren. Ook voor de gemeente Horen is het zwembad bijzonder. Het is natuurlijk uniek dat je binnen de gemeente Horen een openluchtzwembad hebt. Er zijn niet zoveel openluchtzwembaden meer open in Nederland. Die zijn in de loop der jaren allemaal wegbezuinigd. En het geeft aan vandaag, 3 miljoenste bezoeker, dat er toch in een behoefte wordt voorzien. Ondanks 50.000 bezoekers per jaar blijft de toekomst van het zwembad onzeker. Ik kan op dit moment niet zeggen De Wijzend wel en die niet. Want wat ik fijn vind is dat wij als college het heel zuiver willen bekijken. En niet allerlei toezeggingen gaan doen. Ik ga je geen cadeautjes uitdelen vandaag. We gaan alle uitgaven van de gemeente Horen bekijken. Daar zijn we op dit moment al mee bezig. En daar zit er ook dit zwembad bij. Gelukkig blijft de manager optimistisch. Ja, die discussie uit het grond van mijn hart is mij niet bekend. Als je ook alle partijprogramma's hebt gezien voor de komende 4 jaar, zeggen alle politieke partijen, dus de raad, die zegt zwembaden blijven open. Dan hebben we het over de Waterhoren en het Wijzend. En dat is een geruststellend idee ook voor ons.